1 is al en al is 1. Is het soms in plaats van de 4 spiegels, de 4 musketeers of zo? Goedemiddag allemaal en welkom terug bij een nieuwe aflevering van Let's Play Final Fantasy 9. Ik ben er weer, jullie enige echte shape! In de vorige aflevering zijn we Ibsen Castle binnen gegaan en hebben we een beest geslagen die eigenlijk best wel heel erg makkelijk was. We hebben ook weer iets nieuws gevonden. Ik weet niet precies wat die items waren. Dat wil ik al eigenlijk even weten. Oh, en hoe heet hij ook alweer? Wat is zijn naam? Die heeft ons in één keer verlaten. Die dacht bij zijn eigen van. De Orgali. Die hebben we gevonden. Juist. Destiny die is bij ons weggegaan. Kijk, volgens mij hadden we die toch alleen? Nee. Die is nog sterker dan de Sargatanas. Nice. Maar ja, die kunnen we nou niet equippen, omdat ja, hier moeten we de zwakke versie eigenlijk, zwakke wapens moeten we hier eigenlijk hebben. Maar bij Leroy heb ik zoiets van, ja, je hebt het toch nodig en we moeten echt helemaal omlopen. Ik dacht dat die ladder nou wel eigenlijk naar beneden zou zijn gegaan, maar helaas dat is niet het geval. En er is hier nog één hidden vijand te vinden, maar die ben ik nog niet tegengekomen helaas. Maar goed, dan moeten we dus de hele weg omlopen. Daar zit ik niet op te wachten. Jury. Het is gelukkig niet zo'n ver weg als je eenmaal weet waar dat je naartoe moet. Dus dat is wel gunstig. Maar die deur waar, die daar nou onder dus zeg maar open is, dat is zeg maar een speciale extra plek. Ja, we willen hier af. Waar dus zeg maar nog één van de bekendste Final Fantasy vijanden te vinden is. En gelukkig kun je op een ladder niet vijanden tegenkomen, daar ben ik eigenlijk best wel blij om. Oké, we willen hier de deur in. En als ik me niet vergis, omdat we nou dat beest hebben verslagen, komen we hier ook traps tegen. En voor die traps willen we wel, nou ja, uitkijken is een groot woord, maar dat schatkistje wat we daar bijvoorbeeld daar hebben, daar kunnen we nou dadelijk komen. Via die traps. Zal ik jullie laten zien. Eerst wat we willen doen, is even omhoog klimmen hier. Vraag mij af, heb ik in de laatste gevecht eigenlijk Leroy een item gegeven? En, oh. Hey, ben je in orde? Ja, dat was eng. Ja, misschien hebben we de val geactiveerd wanneer dat we de top hebben bereikt. Nou, ik ben blij dat je in orde bent. Laten we gaan. Iedereen is voor ons buiten aan het wachten. Behalve Destiny. Want Destiny is gewoon weggelopen. Nee, we hebben geen ether gebruikt. Mooi, dan kan ik die Moogle heel eventjes hier vragen om een tent. Nee, een tent. Ik bedoel, we hebben ze toch, dus net zo goed gebruiken. Juist. Er is hier in één keer een brommend geluid en ik dacht bij mij van, wat is dat dan weer? Hé, ik val naar beneden. Nou, en als je dus zeg maar daar naar beneden valt, dan kom je dus zeg maar hier uit waar je dit kistje kan pakken. Ook dit kistje, Maiden Prayer, dat is wel een handige accessory, maar volgens mij hadden we die al, dus niet echt zo belangrijk. Nou, laten we terug naar boven gaan. Nou, als we dan zeg maar, ik wil hier af. Als we dan zeg maar hier de... Dan hier doorheen lopen? Ja, toch? Ja. Als we dan hier terugkomen, dan zijn we dus zeg maar hier beneden en dan zie je dus nou dat die ladder omlaag is. Dus je moet eerst echt helemaal omlopen. En nee, ik wil die kamer in. Het is een secret kamer to everybody. Dan ga ik mijn best doen om dus zeg maar die secret te vinden. Ik weet niet hoe je bij die twee bovenste komt, daar ben ik nooit gekomen. En de items die hebben we al. Dat stond in een boekje, maar ik heb nooit eigenlijk de manier gevonden waarop dat ze liggen. Maar goed, random encounter, yay. Wow, Leroy die deed gewoon eventjes 9999 schade met shock. Wow. Oké, Leroy die heeft ook de 9999 gehaald. Ritual Magic is cleared. Waarom heb je dit trouwens nog steeds niet geclipt? Het is enorm handig. Nou ja, maakt niet uit. Dan kun jij iets anders weer daar even equippen. Volgens mij waren de Towler en Destiny de enigste die Ritual Magic konden leren. Dus even kijken, dat was de coronet. Ja, dan pak jij een... Wat is dit? Earth. En coronet hebben we trouwens nog één. Hou maar geëquipt. Is goede equipment. Maar eventjes bij jouw abilities kijken. Want echt serieus. Volgens mij kun jij... als ik die nou uitzet... Auto life. Ja. Hij is wel handig, daar niet van. Maar oké, waar is jouw return magic? Daar. En ik denk dat ik dan heel eventjes bij jou Jelly aanzet. Nee, Jelly. Want er is er hier eentje die kan namelijk petrify en dat is nogal vervelend. Goed, laten we doorlopen. Waar brengt dit ons naartoe?
Ach, dit is die gevreesde kamer. Hier kun jij de enige... Dit is de enige locatie waar ik die vijand tegen kan komen. Zover ik weet, een air racket. Ja, dat is voor... volgens mij voor jou niet heel erg zwak, maar... Laten we hopen dat we hem daar tegenkomen. Zou wel leuk zijn. Anders moet ik hier heel lang gaan lopen wachten. Oké, Flair is alvast geleerd. Dat is alleen maar gunstig. Nou, voordat ik hier probeer naar BC te gaan, gaan we eerst even kijken wat er hier in de kistjes ligt. Oh, dat kistje had ik net geopend. Ja, dat was die air racket. Hier is er achter niks. Oké, nou dan gaan we gewoon, als dit het niet is, dan gaan we gewoon eerst naar het midden toe. En daarna ga ik proberen die vijand toch te vinden, want het is een legendarische Final Fantasy enemy. Nee, is hij ook niet. Nou. Wil je naar beneden toe? En dan hebben we een kleine puzzel die we op moeten lossen. Je ziet er een heel erg groot zwaard. En dat is het zwaard van Odin. Die summon die Clara helemaal vernietigd heeft. Sowieso vinden we hier een kistje. Maar wat we moeten doen... Oh, Golem's Vloed. Juist. Die is ook voor jou niet. Wat we hier moeten doen is... We moeten deze hier overzetten. Het is een kleine puzzel. Niet zo moeilijk. En deze geloof ik dat we dan... hier naartoe moesten brengen. En dan moest deze... hier naartoe. Deze die moest dan weer naar de andere kant. Tenminste, ik dacht dat het zo moest. Want je moet die power zeg maar, van dat zwaard... die moet je zeg maar, absorberen in een van die potten. En die moet je dan zo zeg maar, plaatsen. Dus. Dat was het toch? Nee? Dat doe ik fout. Even kijken. Ik weet dat je die potten daar links en rechts van hem moet hebben. Dus deze die moet dan daar... To obtain my power, fight against the flow of time. Flow of time? Waar heb je het over? To obtain my... Die tekst heb ik nooit eerder gehad. Moet ik het dan overnieuw doen ofzo? Doe ik hier iets fout? Dat heb ik altijd zo gedaan. Laten we er heel eventjes in en uit gaan. Ik weet zeker dat ik dit eerder gedaan heb namelijk, dus... Oké, laten we dit even nou snel aanpakken. Jij moet hier... Jij moet zo snel mogelijk daar geplaatst worden. Ik heb dit vaker gedaan jongens, echt serieus. Moet ik dit één nou gaan opzoeken? Kom op, ik heb dit altijd al gedaan. Of heeft dit soms te maken met hoe lang dat je in het spel zit of zo? Oh nee, daar hebben we hem al. Mooi. Waarschijnlijk moet je dit zo snel mogelijk doen, ik weet niet. Goed. Op het moment dat je dat doet, krijg je... Ancient Aroma. Ancient Aroma die zorgt ervoor, en die kan ik al eventjes bij Zelda laten zien. Ancient... Waar sta je? Maiden Prayer... Ancient Aroma. Odin's Sword. Odin's Sword is op het moment zeg maar, nog niet voor ons toegankelijk. Aangezien dat wij Odin nog helemaal niet hebben. Dan moeten we een Dark Battle voor vinden. En die kunnen we alleen maar krijgen bij een veiling. Maar die zal ik zeker laten zien. Op het moment dat je die summon gebruikt en je hebt dus Odin's Sword geëquipt. Ja, dan kun je schade doen met die summon. In plaats van proberen een dead aanval te krijgen. Goed, ik ga proberen die gevreesde vijand te vinden. Ik ben terug in een seconde. Oké, niet gedacht dat ik vandaag een tijdsnood zou gaan zitten komen, maar blijkbaar wel. Ik heb hier een uur rondgelopen, dat is ook wel aan mijn levels te zien, serieus. En ik ben hem niet tegengekomen. Ik dacht echt dat hij alleen hier zou komen, maar ik heb ook nog even opgezocht van is er een speciale kamer. Hij blijkt in dit hele kasteel te komen en ik heb het over niemand minder dan Thornberry. Thornberry is de Final Fantasy enemy die iedereen kent. Het is het kleine groene kikkertje met het kleine zwaardje. Die kun je tegenkomen. Maar die kans is... net zo groot als een shiny Pokémon tegenkomen. Ik weet het niet. Valt me eigenlijk nogal tegen. Maar goed. Hey, sorry dat ik jullie heb laten wachten. Nou, blijkt dat jij gewonnen hebt, Sepi. Wat is er gebeurd met Destiny?
Hij was op... bij de top was hij op ons aan het wachten. En toen is hij weggegaan zo snel als we daar kwamen. Ik dacht dat hij weg is gelopen. Is hij nog steeds binnen of zo? Nee. Jongens, jullie wachten even hier. Ik ga hem zoeken. In mijn huppie? Ben ik levensmoe? Ik ben al bij mezelf. Random encounters kunnen we nog steeds tegenkomen. Hier baal ik van. Dit is het enige punt dat je dus helemaal eventjes alleen bent. En dus Destiny moet gaan proberen te vinden. Nou, Destiny is gelukkig niet ver weg. Destiny is best makkelijk te vinden. Wie is daar? Je moet hier naar beneden te lopen. Wie is daar? Laat jezelf zien. Wees een man. Zeepie, waarom ben je teruggekomen? Destiny, wat is er gebeurd met jou? Geef me antwoord. Ik zei al, we zullen vijanden zijn de volgende keer als we tegenkomen. Of ben je al teruggekomen om mij te pesten? Jij zegt rare dingen, weet je dat? De gasten buiten die hadden mij verteld dat je niet terug was gekomen. Daarom ben ik binnen gegaan om weer even te zoeken naar jou. We hebben niks meer samen, weet je wel. Jij hebt hier niks waar je hier eigenlijk van opschiet, of wel? Ik snap jou niet. Ik snap niet de manier waarop dat jij denkt. Serieus, wat maakt het uit of ik hier nou voordelen uithaal of niet? Je hebt hulp nodig. Het maakt je niet uit. Dus, je neemt het risico alleen maar je te redden? Kom op, serieus. We hebben elkaar al veel malen geholpen. Sinds we, teams hebben gejoined. Dus, je bent een teammember. Dat is alles wat betekent. Serieus. Ik weet niet waarom ik het doe, maar ik kan niet gewoon weglopen. Ja, dat gaat tegen mijn natuur in. En, betekent dat eigenlijk een member van het team zijn? Ja, dat is het eigenlijk gewoon. Je laat elkaar niet in de steek. Kom op, genoeg gepraat. Laten we je wegwezen. En snel. Echt, Destiny is echt een mafketel. Maar goed, we hebben dus Destiny nou ook weer bij ons. En die kunnen we dus nou eventjes gelijk even de Cat's Claws geven. Want de regel hier geldt nog steeds. We kunnen nog steeds random accounts tegenkomen. En alleen, nou zijn we met z'n tweeën. En we hebben twee warriors. Dus op zich zullen we nou wel veilig zijn. Maar laten we hopen dat we geen random accounts zijn. Als het alleen die Thornberry is. Ik vind echt... Ik baal als een stekker dat we die Thornberry niet tegen zijn gekomen. Maar ja, waar doe je er tegen? Goed. Dus, hier naar boven toe. Hier door het poortje heen. We hebben alles gedaan wat we hier konden doen in Ibsen's Castle. Yay. Ik dacht eigenlijk dat ik meer in deze aflevering had, maar... Ja, dit was Ibsen's Castle. Oké, luister iedereen. Laten we eens even kijken wat we hebben gevonden in het kasteel. Flashback. Op de top van het kasteel was een schilderij met een map van de hele wereld. Er waren vier spiegels in dat standbeeld. De dingen die... De tekst op de spiegels... er was een taal die ik alleen kon lezen. De kracht zit onder een schuddende aarde. De kracht zit onder het oceaan, tornado. Jullie kennen het ondertussen wel. Oftewel, vuur, water, aarde, lucht. We weten het. Vier elementen. Hartstikke leuk. Dus ik weet zeker dat de spiegels ons leiden naar de locatie die ons kan helpen om de zegel te verbreken. Dat monster zei, voordat hij verslagen was, gaf ons een aanwijzing over de zegel. Eén voor één is alle en alle is één. Oftewel, er is dus een connectie tussen de vier zegels. Er zijn vier zegels nu in plaats van één, weet ik veel. Dus wat doen we? Gaan we ze naar elke locatie, één bij één? Nee, één is alles en alles is één. Dus we gaan ze alle vier tegelijkertijd doen. We gaan niet met z'n allen zoals we dat altijd doen. Nee, ik ga met z'n tweeën tegelijkertijd in elke locatie. Oké, ik ga met Zelda. Wat? Waarom? Nou, het heet Dames Eerst. En we hebben heel veel meiden praten en alles. Oké, is dat oké met jou, Zelda? Ja, maar natuurlijk, maar we gaan wel als eerste naartoe. De eerste locatie zal wel zijn... de eerste locatie die je eigenlijk hebt gemeld is zuid van ons. Oh, heb je geluisterd naar ons? Ja, ik ben een zeiler voor een hele lange tijd, dus ik weet zeker of ik wel weet waar we naartoe gaan. De kracht onder water met het aarde is de locatie waar we met het water moeten. Waarom gaan we daar niet als eerste naartoe? Ja, dankjewel. Bedankt voor je hulp. Vraag maar als je... Twijfel niet als je me iets wil vragen over je volgende locatie. En
zorgen voor dat je goed geëquipt bent en al die stuff. Ah, je kunt relaxen, maak je maar geen zorgen. Ik bedoel, serieus, ik begin als iemand te klinken die ik ken. Schavuit, heb je het weer over mij? Jackson! Oké, Aaron, laten we gaan. Laten we gaan. Nou, Destiny, je kunt het heel eventjes bekijken. Ik neem Leroy weer even mee, want echt serieus. Niemand verlaat zomaar mijn party. Dus daarom doen we nou maar gewoon eventjes onze goede vriend weer terug. Maar, voordat we naar die vier locaties gaan, zijn er nog een paar sidequests die ik wil doen. De reden hiervoor is, op het moment dat je hier aan gaat beginnen en de zegel is gebroken, opent een locatie. En die locatie is ergens anders dan Gaia. Dat is het meeste wat ik nou tot nu toe kan vertellen. Komen we daaruit terug, is de wereld veranderd en is er een heleboel dat we niet meer kunnen doen. Dus, wat ik nu zeg maar offscreen ga gebruiken, is deze tijd om de kikkerquest te gaan doen. Dat doen we offscreen, want dat is alleen maar kikkers verzamelen en daar krijg je niet echt handige items voor. We willen de Stelizo equipment compleet maken. En er is natuurlijk ook nog de friendly quest die we moeten doen. De friendly enemy quest, we hebben er 3 gevonden. We hebben toen een ladybug gevonden. We hebben een eekhoorntje gevonden. Er zijn er nog meer en die moeten we allemaal nog zien te vinden. Maar, ja, dit is een korte aflevering, want ik heb heel veel lopen te zoeken naar die Thornberry. Ik baal als een stekker dat we die niet hebben gevonden. Maar ik heb gewoon echt een uur zitten zoeken. En nou zit ik in tijdsnood, want ik moet weer gaan. Verdurie, damn, drommels, objection. Dus, sorry voor deze korte aflevering, maar we hebben in ieder geval een aflevering. Daar sta ik al van te kijken. Ik dank jullie voor het kijken. Heb je een leukste momentje of vragen? Laat het weten in de reacties. Als je daar tijd voor hebt, laat een like achter als je daar tijd voor hebt. En ik hoop jullie morgen allemaal te zien bij de volgende aflevering van Let's Play Final Fantasy 9. Als er überhaupt morgen wel eentje is. Want het is vandaag weer zaterdag. Tijd vliegt. Nou ja, bedankt voor het kijken, jongens. Doei!